We dromen er allemaal wel eens van. Het roer gewoon helemaal omgooien. Een bed and breakfast beginnen, je kantoorbaan opgeven om meubelmaker te worden, of zoals de verpleegsters Brechtje en Babette een mobiele koffiebar beginnen. Ze lieten daarvoor een soort toektoeks ombouwen. Dat kent ze misschien wel. Die luidruchtige wagentjes die in het Verre Oosten als openbaar vervoer worden gebruikt. Het is wel een wagentje waar je instant een zonnig humeur van krijgt. Ja, zeker. Ja. Het is zeker meteen een instant vakantiegevoel. Ja, ook als je erin rijdt, dan iedereen kijkt, zwaaien we altijd een toektoek. Ja. Het is wel echt heel leuk om in te rijden. Wie rijdt er nou een toektoek? Weet je nog de eerste keer dat die van jou was? En dat ja, dat weten we nog echt super goed. We zaten echt in spanning te wachten, want we wisten dat hij zou komen die dag. Dus ik kreeg een telefoontje van hij is er over een uur. Nou, echt, ja, dat was fantastisch. Dat ding reed van de aanlegger af. Nou, het was echt... Het was van jou? Ja, dat was van ons. We waren echt heel blij. Ja. Ja, dat was echt een fantastisch moment. Ja. Ja. Hoe is het zo gekomen? We weten, ik werkte met z'n tweeën dus op de operatiekamer in het ziekenhuis. En wij, we hadden altijd iets met healthy food en gezond eten. We waren altijd bezig met koken en bakken. En Babette had altijd het idee, ik wil ooit een espresso bar beginnen. En toen zijn we aan de praat geraakt. Toen werd het op een gegeven moment, we gaan koffie verkopen in een bakfiets bij het station. En mensen gewoon een geluksmomentje, een praatje, ontspannen. En die bakfiets werd een elektrische bakfiets. En die uiteindelijk, na mijn vakantie in Sri Lanka, zag ik een tuk-tuk. Dus ik dacht, ja, dat is een fantastische tuk-tuk. Weet je, iedereen kent dat gevoel van 's ochtends wakker worden. Denken, ik ga al voor het 13e jaar naar hetzelfde bedrijf. Ja. Ik heb best wel een leuk werk, maar moet het niet iets anders? Ja. Maar wanneer is nou dat punt dat je zegt, nou, maar ik ga het gewoon doen? Ja, wij hebben echt daarin elkaar gevonden. En dat was ons geluk. Want we hadden allebei het idee, we wilden heel graag de zorg uit. En we zitten allebei al meer dan 20 jaar in de zorg. En we waren er gewoon klaar mee. Maar het is ons geluk dat we elkaar gevonden hebben. En dat we allebei op dat moment dat idee hadden. En ja, in je eentje is het wel lastiger om die beslissing te maken. Dus wij hebben gewoon echt elkaar op het juiste moment getroffen. Ja. Het was gewoon echt, het was daar. Dit, wij stap maken die sprong. Maar het is ook eng toch? Heel eng. Het is echt super eng. Nee, echt super eng. Ja, volgens mij haakt iedereen af op het praktische probleem en op eng. Ja, dat is het. Maar leven begint pas buiten je comfortzone. En wij zaten allebei in die fase van we willen gewoon daaruit. En we kunnen 20 jaar doorgaan, maar het was gewoon klaar. Ja. En toen hadden ze het van, we gaan dat doen. En dat gaf ons zo ontzettend veel energie. Ja. Nou, dat is gewoon onbeschrijfelijk. We zijn gewisseld, maar Brechtje zei net heel duidelijk, het punt voor mij om te stoppen met het werk dat ik deed, en de zorg, dat was gewoon, het was zo duidelijk dat dit een breekpunt was. Was dat bij jou ook? Ja, ik had dat jaar nogal een roerig jaar achter de rug op meerdere fronten. En natuurlijk heb ik ermee in mijn hoofd gezeten en ik dacht, ja weet je, het roer is nu toch al om, op alle vlakken. Ja, laat ik dan maar doorpakken. Ja. En als je dan iemand treft die daar ook zo in staat. En je gaat erover brainstormen. En je voelt die wederzijdse interesses en betrokkenheid. En dan ga je elkaar enorm zitten stimuleren. En dat was voor mij wel de doorslag. Ja. En toen dacht ik, ja, gaan. Maar jullie hadden met z'n tweeën nogal een specifiek beroep. Ja, zeker. Je bent geen boekhouder wat je overal kunt zijn. Nee, het was heel divers. Geen dag hetzelfde. Maar zorg, denk ik altijd, is niet een vak. Zorg ben je ook een beetje zelf. Ja, zeker. Ja, ik heb mezelf altijd de Florence Nightingale genoemd. Ja. Ja, dat is wel een beetje, het zit in je. En dat zit het nu nog, hè. Want alle fantastische eigenschappen die wij en learnings die wij hebben gehad in het ziekenhuisleven. Ja, die bezit je. Ja. Alleen zet je die nu voort voor ons aan de positieve kant van het leven. Je krijgt er iets voor terug. En mensen die spreken ook uit aan ons van wat jullie hebben gedaan. Dat heb ik eigenlijk ook altijd wel gewild. We zijn soms echt mensen enorm geëmotioneerd. Omdat ze zien dat wij doorpakken en dat het slaagt. Maar jullie zijn natuurlijk de vlees geworden. Het roer om. Ja, dat hebben we zeker. Ja. En weet je wat gek is? Wij zitten erin
En dan besef je het jezelf niet zo. Maar dit soort momenten nu, ja, dan ben ik eigenlijk stiekem wel ook een beetje ontroerd van het hele verhaal. Want je gaat maar door, je zit in die trein, je bent erop gestapt. En we zijn maar je zit pas een jaar in die trein, ja, nog niet eens. Deze maand. Ja. Ja. Ja, ja, het is bijzonder. Maar weet je, we denken alleen maar in mogelijkheden, niet meer in beperkingen. De agenda is overvol. Ja, en dat is gewoon het grootste compliment wat je krijgen kan. Ik hoor jullie allebei, want ik hoorde Brechtje ook zeggen, we denken niet meer in beperkingen. Nee. Is dat waar het mis ging hiervoor? Wel, voelde je je beperkt? Ik weet nog de allereerste opdracht die wij kregen. Dat die meneer zei van, maar kunnen jullie ook dit en kunnen jullie ook dat? En wij zeiden, ja, maar meneer, we kunnen alles. En we gingen meedenken en hij zei op alles ja. En de offerte begon heel klein en die barstte uit zijn voegen. En toen zeiden wij tegen elkaar, maar dit kennen we gewoon helemaal niet. Want uit het ziekenhuisleven, dan ging alles via heel veel lijntjes. En als het eenmaal aangekomen was op de plek, was het moment al voorbij. Ja. Of er was geen geld voor. Of ze vonden je idee niet leuk genoeg. Ja, je werd daar niet voor beloond. En hoe leuk is het dat als jij zegt, we willen dit, dat, zus en zo. En het gebeurt en het staat er. Ja, ja, dan voel je van waarde of zo. Ik kan dat niet helemaal uitleggen. Ja, dat is voor ons echt, daar stralen we van. Er zijn echt middagen dat we elkaar echt knijpen van, is dit echt waar? Dingen als schoonmaken, doe je dit allemaal zelf? Ja, we hebben het allemaal heel snel geleerd. Maar we zijn natuurlijk vanuit de operatiekamer gewend om met best wel wat apparatuur te werken. Dus we waren al technisch. Dus zo'n espresso-apparaat, ja, naast een beademingsmachine, ja, was het... is ook minder belangrijk dan. Ja, ja, ook wel. Dat is als het een keer stuk gaat. En het is heel, een beetje pionieren noem ik het. En nu we buiten staan ook, je moet het doen met de dingen die je hebt. Ja. Dus je moet het doen met de watervoorraad die je bij je hebt, met de accu die je bij je hebt. Op en op. Ja. En dat vergt wel een hele andere planning dan dat je in een winkel staat, waar je heel veel voorraad in je magazijn hebt en gewoon de waterkraan open kan zetten. Ja. Dus dat vind dat avontuurlijke hiervan echt, ja, ik vind dat echt heel tof. Niet dat ik iets tegen de zorg heb, ik vind anesthesie nog steeds heel erg leuk om te doen. En ik vind het een heel leuk vak. Alleen de zorg is niet meer leuk. Nee. Maar ik denk dat er ook echt een houdbaarheidsdatum zit aan elk beroep. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat vind ik sowieso, nu wij met z'n allen langer door moeten werken, moet je gewoon gaan nadenken over een tweede shift. Tweede carrière. Ja. Is wel zo. Er komt zoveel op ons pad. Ik heb zoveel geleerd het afgelopen jaar. Over het zaken doen. Over dat ik misschien wel helemaal niet zakelijk ben. Maar dat niet altijd nodig is om iets voor elkaar te krijgen. Ook de samenwerking met Brechtje. Ik bedoel, vorig jaar, eind van het jaar, hebben we zo hard gewerkt. Nou, we konden elkaar niet meer zien of luchten. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Dan moet je even een momentje terugtrekken. Ja. En ook tegen elkaar durven zeggen, weet je, ik ben nu niet op mijn best. Morgen nieuwe dag, kijken we er opnieuw naar. Waar staan jullie over 3 jaar? Want het gaat heel snel, hè? Dus dat durf je eens 5 te zeggen. Weet je, ik heb geroepen toen we begonnen. Ik zou heel graag een keer naar een evenement willen gaan. En dan rijden we de Piaggio's van de aanhanger. En dan gaat er een autootje open of een busje. En dan komt ons personeel uit. En dat hebben we gewoon al gehad. Dat is al geweest. Hou jij van koffie? Ja, heel erg. Ja, echt ziek erg eigenlijk. Ja, ik ook. Heerlijk. Ja. Nou, wat is die mooi ook open. Dankjewel.